He played beautifully. And I must say, Holland is lucky to have youngsters like you. And I think a great nation needs great art. And here you have the beginning of it. It's wonderful. Wil jij nog wat meteen? Wat voor vakken hebben jullie nu vandaag? Nederlands, biologie en wiskunde. Dus jullie hebben dan de bus van 10 voor? Nee, maar wel op tijd weggaan, hè? En dierenverzorg is meteen om 9:30. Ja. Sms'en jullie nog, als jullie er zijn? Dag. Doei, veel plezier. Met vioolspelen begon ze toen ze 4 was. Ze heeft een zusje van 1,5 jaar ouder. Die speelde viool, want we zijn nou eenmaal een violenfamilie. En ze begint en nou, er kwam gelijk klank uit. En die heeft ze niet meer afgegeven, die viool. Binnen 2 weken kon ze met vingers en toen ging het echt... Als ze dus al die tijd zit te kijken en opgeslagen... Ik begon dan met de lessen, maar ik dacht, ik wil dat liever uitbesteden. Want ik dacht, ik ken een heel goed iemand die dat heel goed kan. Nou ja, dat was dus Coosje. Hallo. We moeten ook even alles klaar hebben voor de 19e. Inclusief vocalise. Vocalise en Dvorak. Dus we beginnen met Rosetti 2, Dvorak, vocalise, Mendelssohn scherzo. Nou, dus dat is wel leuk. Nou, dat, voor die tijd zien we elkaar nog uitgebreid. Goed. Reken maar. Oké, pak je spullen, gaan we aan de slag. Dag. Coosje is aan de ene kant heel streng. Dus die kinderen zorgen ook wel ervoor dat ze het af hebben. Want ze zijn dan ergens een klein beetje bang. Want ze kan behoorlijk boos worden. Ach, laat ik jou alles sjouwen. Nee. Aan de andere kant, ja, ze zijn allemaal dol op daar. Even kijken bij Bach. Als ik die niet ergens heb uitgeleend en niet teruggekregen heb... Nee, nee. Wel erg, maar niet zo erg. Ga je gang. Ik bekijk het per kind en die schat je dus in. En dan vind ik het een ontzettende sport om dan te kijken wat ik dacht dat erin zat. Of ik dat er dan ook uit krijg. En soms krijg je meer eruit. En ben je verrast. En soms krijg je ook minder eruit. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan probeer ik dus steeds, als de ene niet helpt, de andere ene weggetje. Dan probeer ik toch een ander weggetje te bewandelen. En daarin associeer ik redelijk vrij, mag ik wel zeggen. Ja, ik ben niet met het moet zo, alleen maar op die manier. Helemaal niet. Wat vind je? Ik denk dat ik nog veel meer de melodie kan laten horen. En misschien de opmaten nog lichter. Ja, wat weet jij van een sarabande? Het is een dans. Ja. En de eerste en tweede tel zijn toch het belangrijkst? Ja, dat hoor ik te weinig. Ik vind het ook net een fractie te snel. Wat stel je daarbij voor eigenlijk? Een hele grote kerk of kathedraal of zo. Dat heeft iets enorm koninklijks. Ja. Dus ik stel me er eigenlijk nog meer, zo'n Spaans hof in de baroktijd. Nou, allemaal goud en fluweel en weet ik wat dan. Die mensen zijn ontzettend dik aangekleed. Hè? Dus als ze dansen, nou, dat is eigenlijk alleen maar om je te laten zien. Hè? Ze lopen gewoon zo heel statig, hand in hand lopen ze dan zo'n prachtige zaal eigenlijk door. Hè? Dus het mag wat koninklijker, vind ik. Soms zegt ze van, wat vind je er zelf van? Dat is wel heel goed, vind ik. Dat je zelf laat horen wat je ervan vond. Het is eigenlijk net zoiets als zelf studeren. Want dan denk je ook van, wat kan er nog aan verbeterd worden? Het gaat er niet om wat ik vind. Het gaat erom wat zo'n kind vindt. En dan ga ik dus vergelijken wat dat kind vindt met wat ik vind. En dan ga ik daar een beetje in. Probeer je dat dus een beetje bij elkaar te krijgen, als dat nodig mocht zijn. Speelt nou eens eventjes met autoriteit koninklijk. Ja? Merk je het? Dat is al beter. Dus elke noot is belangrijk en eigenlijk elke noot moet je mee zingen van binnen. Ja. Oké. Nou neem je de gigue erbij en deze uit je hoofd graag voor de volgende keer. Ja. Dat is al heel gauw, hoor. Ja? Goed. Wat hebben we nu? Rondo Capriccioso. Ja. De kritiek die ik geef, dus een kind speelt zo'n stukje, nou, en je kan voor alles wat zeggen. Het is vals, ze tellen niet, ze nemen de foute vingerzettingen en de houding deugt niet en dit. Als ik dat allemaal op 2 stukjes projecteer, verliezen ze totaal de moed en ze onthouden ook niks. Dus maar als ik 10 stukjes heb, dan kan ik dus die hele batterij kan ik dus verdelen over al die stukjes. En de kritiek wordt veel beter onthouden. En ze gaan met een veel positiever beeld naar huis. Het is daarom. Pa, ja da da da, no. Pa, ja da da da. En ja, pa. He, maar je moet pa doen. Dan moet meteen het begin en dan moet het een vaart hebben. En die stok moet je ook dan weer stil kunnen zetten. Probeer dat eens even. Nou, meer vaart. Ah, goed zo. Pam, omhoog denken. Pam, 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 pam. Dat kan niet. Nog een keer. Verder geef ik dus zeer ongezouten kritiek. Maar ik geef altijd een oplossing daarbij. Juist. Dat vind ik ook altijd belangrijk. Het is natuurlijk flauwkul te zeggen, ga maar naar huis, want je moet beter studeren. Ja, wat is dat nou? Ja, dat, dat, ja, pa, pa. Ja, dat, dat. En dan ga je net al door iets te snel door. Dus je moet echt iedereen de kans geven om zijn dingetje te zeggen. Dus doe dat nog eens. Je moet jong beginnen. En wat ontzettend belangrijk is, is dat je de structuur moet aanbrengen en discipline. Want zonder dat kan je dus geen viool spelen. En dan denken ze, ah, die kindjes moeten allemaal buiten spelen. En zielig, hè? Dus 10 minuutjes per dag is eigenlijk wel genoeg. Nou, dat is natuurlijk niet. Ik studeer 2,5 uur of langer, elke dag in ieder geval. Dat is de hele schooltijd. Ja, ik hoor het niet zo heel erg, dat crescendo. Ja, wat je nu deed is gewoon iets zachter beginnen. Slim. Ik studeer vaak met mijn moeder. Vind ik fijn dat ze ook weet hoe de stukken gaan. En dat ze ook weet hoe ik zelf heb gestudeerd. En dat ze me zo soms kan helpen als ik ergens niet uitkom of zo. Nu ging je heel goed, hè? En nou even nog dat plekje van mij. Dat dan pream pam pam. En doe het even een paar keer en dat je even die... Volgens mij is hij sneller in tempo. Nog meer? Ja, ta-ta-ta-ta-tien. Nee. Nou, die kan je ook. Als ik zeg, nou, ga je nu beginnen, want ik wil best met je studeren, maar ik heb nu tijd en straks niet meer. Ah, dan heeft het geen zin. Ik zei, nou, oké, dan niet. Dat doe ik echt heel makkelijk over. Nou, dat vindt ze erg vervelend. En dan wordt ze altijd, hé mama, doe niet zo flauw. Ja, ik doe niet flauw, jij wilt niet studeren. Van mij hoef je niet. Nou, en dan altijd woep, is ze weer bezig. Als je die akkoorden doet, kan je nog mooiere stokhouding. Dat je de D ook een beetje hoort. De D hoor ik wel hoor. Die laatste? Ja, al die, ja, tjan, tjan, tjin, tjan, tjin. Ze krijgt natuurlijk wel andere stukken dan ik weer aan een ander geef. He, want ik vind, iemand moet er wel aan toe zijn, muzikaal gesproken, om dat te kunnen spelen. He, maar dat had ik natuurlijk met Janine Jansen had ik dat ook. En zo heb ik er nog wel meer die dat ook hebben. Kom maar. Nu doen we het zo dat zij het nog steeds heel fijn vindt als ik dan een beetje richtlijnen geef. Want ze heeft natuurlijk zoveel concerten en zoveel stukken die ze tegelijk af moet hebben. Nou, daar is ze te jong voor om dat overzicht te hebben. Hoe lang moet je studeren? 10 weken of zo. Dus dan wil ze wel graag dat ik voor haar indeel dat ze in die week per dag en misschien zelfs per uur dat en dat doet. Zodat ze na 1 week precies dat afgeeft wat ze af moet hebben. Ik ben wel eigenlijk heel kritisch. Ja, het ligt eraan aan welk stuk, hoe goed ik het al speel. Meestal dan ga ik het proberen goed te krijgen, maar als het dan te lang duurt en dan kan ik het ook niet meer. Als het te lang duurt, dan ga ik het misschien die avond of als die nog diezelfde dag, als het nog kan, dan ga ik het nog een andere keer doen, maar anders de volgende dag. Ik kan niet in 1 dag helemaal perfect, dus... Een teken van talent... Dat is dus dat je zo'n innerlijk voorstellingsvermogen hebt... dat je dat niet rust voordat je dat bereikt hebt. Dat heeft Janine, dat heeft zij ook. ik ben een hele grote fan van Janine Jansen, Maxim Vengerov. Ik vind heel veel muziek mooi. Ik denk vooral romantiek. En ja, ik weet niet, ik vind alles wel heel mooi. Let's start, and I will interrupt you, and I will bring you to the places that I want. The tempo was good. No, wait. You can't play like this. You know, it goes up to this point. Now play the theme for me. Play the opening. How come she does it right? Now play it alone. Yeah, once more. Yeah, that's good. Pressler is voor mij dé muzikus. Voor mij is dit de absolute top op alle fronten, omdat hij precies weet wat hij doet. Dus zijn spirituele boodschap die is dus helemaal duidelijk. En zoals hij muziek benadert, zoals hij kinderen benadert, überhaupt iedereen, mits het kwaliteit heeft. Dus de vriendelijkheid en de generositeit van zijn kennis meedelen, maar ook zijn manier van muziek maken vind ik ongelooflijk. Het is precies zoals ik het zou willen eigenlijk. Als ik het zou kunnen. No. What does he say there? Does he say piano or does he say forte? Piano, no? Does it say piano? So why do you play so loud? Because he plays so loud. But, you see, I don't know if she understands me, but you do understand me? Oh, you see? So, can you play that theme for me? Da-i-da. No, you don't make a crescendo. Da-da. First of all, it's piano. Da, and so you could say, darling, Tida, something very sweet, something very tender. Tahiti, ta da 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 tiam Tida. Do that once more. That's true. And now. That's it. And now you accompany her. Piano, piano. Okay, now she played too loud and you played too soft. Now that's not so good, yes? You hear her, you see and you hear her. And that's what is so great about chamber music. You adjust to what you hear. Can we do that once more? The same place. Yeah. Finish? Yes. And now. Perfect. Now can you join them? Van tevoren was het veel spannend, want het was in het Engels en ik kan nog niet heel goed Engels. Maar hij was heel aardig en hij is natuurlijk een hele grote beroemdheid. Dus ik vond het heel leuk, heel erg grote ervaring. Ja. How do you count that? 1, 2, 3, 4? It's 1, 2, 3, 4. Da-dam. It's not da. Okay? But it's not her fault. Everybody's doing it. Let's just do three bars before there. Tim pam pam. Now. First violin. Piano. That's enough. We don't want to spoil them. We want to encourage them. And we want to love them. But to love them means to educate them. They have a lot to learn. They have a lot to find out. But they are the real thing. And I think a great nation needs great art. And here you have the beginning of it. Vanaf deze? Yes. Of deze? Ja, dan maar. Ik kan het vast wel. Ja! Hoppa! Oké. 28 plus 10 is 38. Ik kan even dat je af. Oh, ja. Val je de planten. Of in jasje kan dat. Het zat wel precies hier. Het zat wel precies in zo'n gaatje. Kijk, ik zet hem ook heel mooi weer terug. Je hebt natuurlijk ideeën over wat goed is. En zeker als muzici zijnde weet je wat de kneepjes van het vak zijn en waar de valkuilen zijn. Maar uiteindelijk doe je toch op je gevoel wat is goed voor haar als kind. En ook vooral kijken, goed in de ogen kijken of zij het leuk vindt en of zij happy is. Nou ja, januari is het allerdrukst. Januari, februari. Ja. Maar ik wil eigenlijk Coosje vragen of je dan niet speelt. Want de 14e speel je in de grote zaal van het Concertgebouw met en Janine Jansen en Artie Jussen. Ja. En de 16e speel je de hele Brahms in het lunchconcert in het Concertgebouw. En dan heb je de 20e en de 22e weer Schumann met Pressler. In Delft en in Zwolle. Maar dat is wel heel leuk. Ja, het is allemaal leuk. Het is allemaal super leuk. Ja. Maar het is wel druk dan. Nou, en dan een klein weekje later en dan gaan we naar Elmaal. Maar dat is weer met je kwartet. Dat zijn, dacht ik, 2 concerten die je dan moet geven. En dan komen we terug en dan moeten we meteen naar Zwitserland. Ja. Naar Bad Ragaz. Mm-hmm. Nou, dan heb ik een vakantieweek ingepland. Dan wordt even geen viool gespeeld. Maar ja, dan gaan we weer naar München. Maar eerst gaan we naar Elmaal. En dan mogen we met het hele gezin slapen. Dat heb jij verdiend. Dus dat is je beloning, zeg maar. En dan geef je daar een recital. En dan 2 dagen later in München. En dan gaan we door naar Zwitserland, naar Vtaan. En dan speel je gewoon weer Brahms en Rondo. Dus dat heb je hier nog gespeeld. En Rondo halen we op. Dus dat moet kunnen. Okay. Die gaat naar Jana toe. Vind je dit niet een veel mooiere foto dan die andere? Deze is beter, toch? Vind je deze foto leuker? Soms heb ik echt zoiets, nou, we stoppen ermee. Doen we niet meer. Ja. Maar ja, dan merk je gewoon dat die muziek zit zo in de hart. Zoals dat we kwamen gisteren uit Duitsland terug. En ja, ze was echt moe, want ze had heel hard daar gewerkt een week. Masterclass en 3 keer op een concert gespeeld en allemaal nieuwe stukken. Dus het was gewoon hard aanpoten. En naar huis gereden en dan denk je, nou, die is moe. Dat was ook echt moe. En hoe ontspant ze door gewoon lekker achter de computer of op de iPhone allemaal stukken te gaan zoeken die ze nu wil gaan spelen. En dan zie je er helemaal weer bij komen en denk, nou oké. Misschien mogen we het riempje meer naar buiten nemen. Oh. Hoe meer je gaat voor het ontwikkelen van het talent van Noa en met de viool, ja, hoe meer je ook moet oppassen dat Avigal de zus evenveel aandacht blijft krijgen. Dan ben je je continu van bewust. Maar tegelijkertijd is het ook moeilijk om het toch goed te doen. Zondag speel je in de Delamar. Maar je speelt ook met de Fancy Fiddlers. Ja. Maar Delamar, heeft die niet hele mooie rode stoelen of zo? Dan kleur je heel mooi bij de stoelen. Ja. Die rode? Ja. Dan moeten we wel een beetje strijken. Even een beetje verder. Ik vind het ook heel belangrijk dat je geniet van zo goed als het nu gaat. En dan neem je de volgende stap en dan neem je de volgende stap. En die stap is eigenlijk de bedoeling dat je die min of meer gezamenlijk moet nemen. Want ik wil een stap, hè, maar zo'n kind moet de stap zelf ook willen. En de ouders moeten niet verder willen stappen of niet zo ver willen stappen. Als je alleen maar concerten geeft, dan kan je heel weinig studeren. Of nieuwe stukken studeren. Dus op een gegeven moment dan heb je die concerten gehad, word je ondertussen ouder. En dan willen ze van, nou oké, speel nu maar dat vioolconcert. Maar dan heb je je repertoire niet opgebouwd. En dan ben je ook niet meer leuk, want dan ben je niet meer jong. En dan laten ze je vallen, hè, maar ze je mooi kunnen gebruiken. Dus daar moet je ontzettend voor waken. Ik vind het altijd gevaarlijk. Kijk, überhaupt als ik dan even... ga praten over jong talent in het algemeen. Waar je dus dan ontzettend mee uit moet kijken steeds, is dus dat je een verwachtingspatroon creëert die je dan op zo'n kind gaat projecteren, waarmee je zo'n kind ontzettend kan belasten. Het belangrijkste is dat zij er geluk vindt. En ik denk wel dat ze dat kan vinden via de viool. Ze wordt natuurlijk die kant op geduwd, ergens. De omstandigheden, door haar talent, door de ons. Die het talent ontwikkelen, door haar eigen geluk eruit. Maar dan soms denken ze, ja, ik weet niet, is dat erg? Zegt ze dan, ik weet niet of ik wel violist wil worden. We proberen natuurlijk wel continu te voorkomen dat het uit ons komt. We proberen continu te zoeken naar... Waar stuurt Noah ons naartoe? En... Ja, dus die momenten als je moe thuis komt en je gaat lekker muziek luisteren. Of dat je boos wordt omdat ik zeg dat ze niet hoeft te studeren. Ja, dan denk ik, nou oké, dan zit het toch gelukkig goed. En nee, dat soort dingen moet je de hele tijd in de gaten houden. Ik weet het natuurlijk nooit, maar ik wil in ieder geval... Ik denk dat ik wel door wil gaan met vioolspelen. Maar ik weet nog niet wat er allemaal gaat gebeuren in de toekomst. Maar nu wil ik wel verder gaan met vioolspelen, want ik vind het heel erg leuk.